Yo! Yo! Goedendag. Hallo. Ja, hi. Paradijs. Hey jongen. Goed? Goedemiddag. Hoe is het? Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Hi. Sorry hoor. Neem nog even zelf mijn laatste hap. Wil je wat drinken, Juri? Ja, doe maar een spaatje of zo. Of een, weet ik wel, Colletje Zero. Zo. Spaatje. Je vraagt wel specifieke dingen. Ja. Heb je weer niet gekocht? Hè? Koffietje, koffietje als je hebt. Koffie? Ja. Dat hebben we wel. Juri, je ziet er goed uit, man. Ja, ik ben wel... Lekker fit, man. Ik heb wat van die fases. Dan heb ik een fase, dan ga ik helemaal vegetarisch doen. Ja. Nou, dan heb ik een fase, ga ik alleen maar vlees eten. Ja. Het zon. Heel balans leven heb je. Nee, maar dat... Ja, en nu is het weer een beetje van alles wat. Ja. En dan, nee, dus... Maar op een gegeven moment merk je wel... Maar als eerlijk, je Juri? Speelt, dan je verbrandt veel energie. Ja, tuurlijk. En dan tuurlijk. Ga je stoppen. Ja, dan... En dan komen de kilootjes, hè. Ja. Kijk ja, zo, man. Ja. Dat was bij mij ook. En op een gegeven moment is het klaar. En dan dat duurt even, maar toch zie je al die sporters wel weer... Weer terug naar... Ja? Dus er is nog hoop voor hem. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges, geproduceerd door Going Places Productions. En we hebben vandaag hier weer een hele mooie gast. Ik ben Johnny Suiverloon. En ik ben Edson Braafheid. En vandaag, geboren in Brussel, bijna jarig. Ja. Juri Mulder. Ja, klopt ja. Dank je. inderdaad. Dankjewel dat je hier zo bent. Ja, leuk. Superleuk dat je hier op de bank wil zitten. We hadden het net al eigenlijk... Lekkere banken moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is echt wel gewoon chillen, goede... Ja. Waar heb je die gekocht? Moeilijk aan de productie. Goeie vraag, ja inderdaad. Ja, die wil ik ook wel thuis hebben. Voetenbankje nog, een stukje erbij. Ja, die hebben we in de gang, dus die kunnen we zo bij pakken. Net zoals je net zei, alsof je bij de psycholoog ligt. Ja, dan, bij de psycholoog. Ik lig toch nu bij de psycholoog? Ja, de nou, twee psychologen. We zullen het zien. Nee. Ik ga doorgezagen worden. Nee, absoluut niet. Dit is gewoon een woonkamergesprek. Ah, gewoon met je maatjes. Hè? Relax. Ja. Koffie erbij, water erbij. En we gaan een leuk gesprek hebben. Ja, leuk. Zeker. Goed. Juri, even over jou. Carrière FC Twente en Schalke 04 natuurlijk. Mm-hmm. 9 interlands voor het Nederlands elftal. Mooi. Je stopte in 2002 en in 2008 gelijk door met het tv-carrière. Mm-hmm. Even iets over jouw erelijst. DFB-pokaal. Ik vroeg eerst aan Edson, wat is dat? Maar het is gewoon de Duitse beker. Deutsche Fußballbund. Ja. Simpel. En geboren in Brussel, wat ik net al zei. Ja, in mijn paspoort staat Anderlecht. Oh. Ja, Anderlecht was een gemeente van... is een onderdeel van Brussel. Oké. Okay. Dat je Molenbeek hebt. Maar ik zeg dat omdat Anderlecht natuurlijk ook de club is waar mijn pa speelde. Ja. En ze gaan weer langzaam een beetje, ze krabbelen weer een beetje overeind. Dus dat zit ook, zeg maar, naast die twee clubs die je net genoemd hebt, zit dat ook wel een beetje in mijn hart. En ik vind het mooiste aan... Ik zet altijd graag, weet je, je moet soms opschrijven. Ja. Geboorteplaatsen zet ik altijd Anderlecht. Ja. Zie mensen altijd kijken van. Ja. Nou, onze allereerste vraag is altijd: hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het echt met je? Niet hoe gaat het met je, want dan zegt iedereen altijd: ja, het gaat goed. Maar hoe gaat het echt met je nu? Ja, maar goed, als ik er dan dieper, je wilt er dan dieper op ingaan. Vaak weet je ook niet precies hoe het met je gaat of zo. Hè? Maar ja, volgens mij gaat het wel goed. Ja. Naar ik weet, maar misschien broeit er iets onder de oppervlakte. Waardoor ik misschien over een maand denk: ja, het ging helemaal niet goed met me. Nee, maar het gaat wel goed. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is, ja. Ja, nee, dat is ook... Dat horen we voor het eerst, hè? Zo'n antwoord. Nou, kijk, lichamelijk gaat het gewoon allemaal goed. Ik ben wel lekker... Kijk, wij zijn oud-sporters, hè? Jullie zijn allebei, jullie zijn toch ook gewoon klaar, toch? Ja, nu, zeker. En als je stopt, dan komt er wel een beetje zo'n periode dat je daar een beetje van weggaat en dan... Ja, toch merken wij wel dat we het fijn vinden, ook voor onze kop,
En voor het lichaam, dat je wel... Ja, wij zijn toch lichamelijke types. Dat je beweging, ja, dat heb ik ook. En als je dan... En ik zat toen met mijn knieën en zo. En dat komt toch ook niet echt lekker. Ja, weet je wel. En ik voel me fijn als ik veel kan sporten. Op de een of andere manier. En dat doe ik de laatste tijd gewoon veel. Ja, en ik heb leuk werk. En ja, alleen het liefdesleven, dat wil niet lukken. Nee. Nou, dat is raar, dat is apart, want volgens mij hebben we hier iets anders staan. Dus. Oh ja, wat dan? Nou, daar komen we zo meteen. Ja, maar het volgt elkaar snel op bij mij, hoor. Oh. Dus dat kan maar zo in één keer weer veranderen. Oh, nou, dus, okay. Hoewel, ik denk vandaag niet, want ik zie je nu wel een blik kerels. Ja, en daar ben ik niet van. Ja, nee. Ik ben heteroseksueel. Ja, ja. Oké. Okay. Maar even terugkomen. Hè, wat niet je dat zegt, het uitmaakt, bedoel. Dat maakt verder helemaal niet uit. Maar ik wilde terugkomen op wat je zegt, dat er misschien over een maand iets onder aan het broeien is. Heb jij dat gevoel dan? Nee. Oké, nu op dit moment gewoon. Niet. Nee. Nou, maar dat merk je toch ook wel aan mij. Maar ja, hoewel, mensen kunnen heel goed een schild ophouden. Inderdaad. Hè? Dus, inderdaad. Maar ja soms heb je wel eens... Ja, iedereen heeft wel eens, zeg maar, zijn periodes dat het wat moeilijker is, weet je wel. Ja. Als je meisje je verlaat, hè, dan wordt het natuurlijk... Dat is altijd vaak voor mannen of voor vrouwen als, ja, dat zoiets. Of als er iemand komt te overlijden of zo. En dat heb ik. Kijk, en daar ben ik wel ergens misschien een beetje, nou ja, angstig voor of zo. Dat, dat je ouders of zo, weet je wel. Dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Ja. Dus dat er iets ernstigs in je familie of zo, weet je wel. Dat je, ja, dat is toch wel... Ja. Ik begrijp. Met ik kinderen of zo, weet je wel. Ik heb ook kids, dat gaat allemaal goed. Is dit hout? Ja. Drie keer, hè? En echt? Ja, altijd drie keer. Oh, fuck, goed dat je... En weet je wel, je ouders. En dat gaat toch ook een keer, is dat... Ik heb ze allebei nog. Ja. Maar ja, die zijn ook 76 en 77. En ik denk dat ik daar wel lastig mee ga. Ik begrijp heel goed nu wat je zegt van, hè, op dit moment gaat het gewoon prima. Hè? Je bent gezond en alles gaat goed. Maar dat er over een maand, en nu begrijp ik het onderliggende dat wel kan komen. Want dat heb ik ook. Ik woon in Amerika. Ja. En elke keer als ik een gesprek gemist heb van mijn broertje, mijn zusje, moeder, mijn vader. Mm-hmm. Dan, omdat ik toch op afstand zit, heb ik dat een beetje van even snel terugbellen, kijken als alles goed is. Het kan zo in één keer veranderen. En ja, weet je wel, dat is toch wel iets waar je moet dat... Ja, het is ook niet goed om daar continu mee bezig te zijn. Maar ja, je weet niet. En dan daarnaast heb je natuurlijk ook wel... Dit gaat dan ook een beetje over de psyche en zo. Maar ja, je hoort wel eens van mensen die in één keer gewoon totaal de weg kwijt raaien. En wij denken dan, dat kan ons nooit gebeuren of zo. Ja, of je kunt ziek worden of zo. Ja. Het leven lacht ons waarschijnlijk gewoon wel redelijk toe. Ja. Maar ja, dus dat bedoel ik er eigenlijk een beetje mee. Okay. Nee, duidelijk. Mooi. We gaan verder naar het stukje Know Me. Dat is waarin we de gast een aantal vragen stellen. En dan komen we daar iets meer te weten over de gast. Eerste vraag. Wat is het mooiste cadeau wat je iemand hebt gegeven? Ik denk dat het mijn sperma in de baarmoeder van mijn vrouw. Nee. Ja, nee, het is lekker. Het is wel mooi. Wat ik eigenlijk wil zeggen is het mooiste cadeau... Je kinderen. Zijn je kinderen, dat bedoel ik ermee. En, een cadeau is niet zozeer... bedoel je iets fysieks? Alles eigenlijk. Ik vind het ook. Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld... Ik ben daar niet zo heel erg goed in, maar... Bijvoorbeeld mijn vader, die toen mijn oma... behoorlijk oud was, die ging elke zaterdag naar de bloemenman en die nam een bos bloemen voor zijn moeder mee, weet je wel, elke zaterdag. Mm-hmm. En dus dat is een kleine moeite kan wel iets
teweeg brengen bij een ander. Ja. En ik heb nu bijvoorbeeld een vriend, een van mijn, de beste vrienden van mijn zoon. En mijn zoon is 23, mijn oudste. Die is behoorlijk ziek. Die heeft ja, iets met de nieren en zo. Die jongen ligt in het ziekenhuis. Nou heb ik een kaartje geschreven en zo. En ik weet zeker dat hij dat, weet je, dat hij denkt van zo, de vader van Finn, die stuurt een kaartje. En dat is, dat soort dingen, dat doe ik eigenlijk te weinig. En de meeste mensen doen dat te weinig. Je hebt sommige mensen die dat echt wel, ja. die daar zich, ja, die dat zich daar bewust van zijn. Ja. En ik denk dat dat de mooiste cadeaus zijn, die kleine dingetjes. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, hoe je dat nu zegt, ik krijg dat heel vaak te horen. Ik denk dat vrouwen daar heel veel last van hebben van mannen, denk ik. Ik heb het heel vaak te horen gekregen, dat ik juist niet op die kleine dingetjes let. Ja. En dat wel, ja, dat zou toch wel ja, iets extra's kunnen geven. Ik moet zeggen dat ik daar... Al moeten ze ook niet te veel gaan zeuren. Hé, hey, als dit de toon is van het leven, dan... Nee, maar, oh, wat ga ik lachen vandaag zeggen? Nee, maar ik heb daar wel, omdat wat je zegt, het zijn die kleine gebaren. En het gaat niet eens heel vaak om wat het is, maar dat je eraan gedacht hebt. Weet je, en dat is bij vrouwen, dat is heel gevoelig bij vrouwen, ligt heel gevoelig bij vrouwen. Omdat ze toch het gevoel hebben van, hé, hij hoort wat ik zeg. Ja, ja. Weet je, en... Ja, jij hebt dat wel? Ik heb daar, ik probeer daar steeds vaker aan te denken. Dus ook wanneer ik nu weer naar huis ga, denk ik van, wat kan ik voor mijn vrouw meenemen, dat ze ziet dat ik aan haar gedacht heb. En het gaat ook bij die kinderen. Ja. Weet je, kinderen willen heel vaak speelgoed. Maar ik probeer dan toch iets wat ze nooit verwachten, dan mee te nemen. Mm-hmm, mm-hmm. En ik weet bijvoorbeeld, mijn vrouw die houdt van bad balls. Van Bad and Body Works. Dat zijn gewoon die ballen en dan gooi je dan in het water en dan... En dan komt de geur en dan zout. En okay, dan, cool. Weet je? Nee, maar dat zijn momenten voor haar, weet je, dat ze dan van geniet. Dus dan neem ik zo. Het is wel altijd leuk om iets te krijgen op de een of andere manier. Nou, zeker als het iets bijzonders is of iets persoonlijks. Iets persoonlijks, dat ze zegt van, kom je hier aan? Ja, zo en dan sprak je hierover. Ja. Nou, en dat vinden vrouwen, denk ik. Ja. Mijn vrouw in ieder geval vindt dat heel... Heel leuk. Volgende vraag, Edson. Wie had je eerder in je leven al willen tegenkomen? Oeh, dat vind ik moeilijk. Idool, tegen wie je opkeek. Jeetje, dat is lastig zeg. Ja, nee, dat heb ik misschien niet zo. Maar... Nou, ik heb wel een hele goede vriend van mij, dat is Rob Harmeling. Dat is een oud wielrenner. Mm-hmm. En die ben ik na mijn carrière tegengekomen. En we gingen vaak ook wel fietsen en zo. Maar dat is een van de mooiste mensen die ik ken. En die had ik wel eerder willen tegenkomen. Ja. Zoiets, denk ik, als ik nu zo in één keer... Ja, en verder had ik wel... Toen ben ik verkeerd geopereerd door mijn knie. Ik had al eerder een betere arts willen tegenkomen. Ja, kijk. Eerder in mijn carrière. Zeg van, mocht ik ooit geblesseerd raken, kruisband scheuren, dan ga jij mij opereren. Ja, ja. En dat is wel... Dat, goed, maar dat heeft iets met carrière en zo te maken. Ja, maar dat is wel... maar voor de rest... nee. Oké. Okay. Okay, ja. Je hebt al... antwoord te geven. Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt? Hadden jullie die vragen niet eventjes vooraf even kunnen doorsturen? Moeilijke vraag. Ja. Het spannendste wat ik ooit meegemaakt heb. Met voetballen, dat weten jullie ook, heb je natuurlijk wel ook nerveus als je. En als je dan voor het eerst, en dat weet jij ook. Heb jij voor het Nederlands elftal gespeeld? Ik denk net niet, hè? Nee. Van mij genoeg niet. Zit er wel dicht tegenaan. Ja. Wel voor selectie, maar voor Precies. Maar als je dan voor zo'n. Als je voor het eerst in de basis staat of zo. Ja. En ik kwam vanuit het niets. Bij Schalke kwam ik bij het Nederlands elftal, en toen kwam advocaat
naast mij zitten 's middags. Die klopte op de deur en die zei van ja, vanavond speel je. Ja. En ik zat zo van oh. Dat vond ik wel spannend. Ja. En dan heb je nog 4-5 uur totdat die wedstrijd begint. En dan zit je in die bus tussen Noordwijk en Rotterdam. Speel in de Kuip. En dan zit je echt gewoon peentjes te zweten wel. Ja, ja, dat vond ik toch wel spannend. Hoe ben je daar dan mee omgegaan, zeg maar, om dan toch nog op het moment dat de wedstrijd begint, daar klaar voor te zijn? Heb je het gevoel dat je je optimaal hebt kunnen voorbereiden in die 5 uurtjes? Jawel, jawel. Oké. Okay. Ja, omdat je hebt... Ik raakte niet overspannen, dus een beetje gespannen. Okay. En je hebt relaxed en gespannen. Overspannen. Ja. Ja. En je moet een beetje ertussenin zitten. Ja. He, dus een beetje zeg maar links van het midden. Ja. He, dus een beetje niet te ver over het midden heen. En, maar je hebt wel een bepaalde spanning ook nodig. Om te kunnen presteren. Ja. Ja. En dat sloeg niet door in totale verkramping. Dus dat was wel oké. Okay. Dus je moet dat dan ook soort van accepteren. Oké, ik voel me nu zo. Ja. En Theo Vonk was een trainer van mij bij Twente. En die zei dat altijd heel mooi. En die zei dan, had hij een nabespreking een keer. En die zei van, ja, en ik zag jullie wel zitten in de bus. Allemaal gespannen, wedstrijd. En ja. Hij zegt, maar dat had ik vroeger ook. Dan reed ik, die speelde bij AZ. Ja. Dan reden ze naar de wedstrijd. En in de bus. En dan zag hij iemand zitten langs het water. Die was aan het vissen. En dan dacht hij van, oh, ik wou dat ik die visser was. Lekker relaxed langs het water. Ja, weet je wel. Ja. Lekker hengeltje uitgooien. Visualiseren dus, in principe. Ja, maar dus op dat moment wilde hij eigenlijk geen voetballer zijn. Maar die visser, omdat hij heel nerveus was voor die wedstrijd. Hij zegt, dan hadden we die wedstrijd gespeeld en hadden we gewonnen. En dan reden we weer langs die visser. En dan dacht hij, ik ben blij dat ik die visser niet ben. Nee, maar en dat is het een beetje. Ja, dus die omstandigheid van die spanning en zo, die doet iets met je. Ja. En dan denk je, oh, sommigen die willen daarbij weg. Ja. Ja. Nou, ze zeggen ook bijvoorbeeld, je hebt spanning nodig. Je lichaam, als je spanning hebt voor een wedstrijd of voor wat dan ook je gaat doen, is je lichaam zich aan het voorbereiden op wat gaat gebeuren. Ja. Dus dat is ook wat ze dan zeggen. Dat het geaccepteerd kan worden. Ja. Oké, okay, klopt. Ik sta op het punt om iets te gaan doen. Voetballen in ons geval. Dus die spanning is normaal. Het is wat ik nodig heb. Mijn lichaam is zich aan het voorbereiden. Ja. Dus dat is een manier hoe we er allemaal mee om zouden kunnen gaan. Ja. Volgende vraag. Waar heb je spijt van? Oh, ik heb van één ding heel erg veel spijt. Het heeft ook met het voetballen te maken. Ik heb ooit eens gezegd, het was een van mijn eerste interviews in de VI. Ja. En daar had je zo'n rijtje van, wat is je favoriete boek? En wat is jouw beste trainer? En toen kwam er op een gegeven moment ook een vraag over wie is jouw slechtste trainer? En toen heb ik gewoon een jeugdtrainer van mij genoemd. Meneer Meijer was dat. En dat was gewoon een hartstikke goede, leuke kerel. Een ouder van iemand die dat gewoon, die dat gewoon ging doen. En, maar dat stond afgedrukt. En ik weet zeker dat die man dat hem dat heel veel pijn heeft gedaan. En dat vond ik eigenlijk het allerergste wat ik ooit, ik weet niet. Tenminste, ik hoop dat hij het nooit gelezen heeft, maar ik denk het wel. Omdat namelijk, je bent trots dat misschien een van je pupillen dan bij Twente komt te voetballen en zo. En dan moet hij zoiets lezen. Ja. En ik kon dat niet terugdraaien. En ik heb dat ook, ik heb dat op een gegeven moment denk je van, oké, maar heel soms, zoals nu, dan schaam ik me er dood voor. Dus nooit geprobeerd om daarna nog... Nee, want ik denk dan ga je dan dat gaat roeren in. Dan wordt het voor mij ook niet... Ik denk, Nou goed, ik denk dat jij nu op dit moment... Sorry meneer. Je geeft niet aan hoeveel spijt je ervan hebt gehad. Ja, ik heb er echt spijt van. Ja. En dat het je eigenlijk na al die jaren nog steeds dwars zit. Dus het komt af en toe omhoog. Dus, want je denkt wel eens van wat heb ik nou niet goed gedaan in je leven en wat wel, weet je wel. Ja. Als je wat ouder wordt of zo. Dit is eigenlijk. Weet je, en dat gebeurt ook zo boem. Want je bent nerveus, je krijgt zo'n, net zoals nu, zo'n vragenlijst. En dan moet je dat gaan antwoorden aan zo'n journalist. En je wil dat ook gewoon. Je snel, doet je best. Ja, precies. Ja. Weet je, je denkt van ik ga overal op antwoorden. En dat ging dan even fout. En vroeger, denk ik, neem ik aan, zeiden ze niet van wil je nog even nalezen?
Of wat nee, dat, nee dat, dat gebeurde toen nee, niet. Nee, precies. Maar ja, het is ook niet zo super erg. Maar nou ja. Nou. En, nou ja. En natuurlijk al dat vreemd gaan en zo. Hè, ja, maar dat was minder... Nee hoor. Daar komen we zo op terug. Daar komen we zo op terug. Wie is de mooiste persoon die je hebt ontmoet binnen de voetballerij? Strikvraag, zeg ik er alleen bij. Want? Ja, dat vraag ik me ook af nu. Nou, we hebben eerder in het seizoen... Hè, oh, die zei iets anders. Hebben we een gast hier gehad? Oh, inderdaad! Ja, dit is wel een strikvraag. Dus. Oh, had hij mij genoemd? Ja. Oh, shit, had ik toch die podcast van je moeten kijken. Ja, maar dan doe maar eerst de volgende vraag. Ja, dan ga je. Oké, okay, nee, is goed. Is goed. Misschien komt het... Ik sla eentje over. Waar heb jij het hard voor moeten vechten in je leven? Nou, wel om... Kijk, ik heb met het voetballen... Ik heb wel blessures gehad ook. Mm-hmm. Dus dan word je wel teruggeworpen en zo. Dan moet je wel even er tegenaan als je kruisband scheurt. Maar ik heb altijd bij een amateurclub gevoetbald. Toen heb ik een jaar bij Ajax in de tweede gespeeld. Dat was onder Van Gaal. Okay. En na dat jaar, toen moest ik weer weg. En ja. Ik was gewoon niet goed genoeg voor Ajax 1 te halen. En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn oude club. Daar, ja. Om met plezier te voetballen. Maar toch wilde ik ergens wel weer... Die stap maken. Ja, en toen ben ik bij Twente terechtgekomen. En dat... Ja, je wilt het gewoon graag. Dus het is misschien niet eens echt... Je hoeft er niet eens zo heel veel moeite voor te doen. Want dat wat je graag wilt en dat wat je graag doet... en waar je passie ligt, dat kost eigenlijk geen moeite. Maar toch moet je wel een soort van doorzetten heb je dan nodig. Maar vooral ook dat jaar bij Ajax was wel hard werken. Want je gaat van 2 keer in de week trainen naar... Zes keer en dan kom je bij de Boertjes en Brian Roy en weet ik veel. En die gasten die allemaal echt supergoed kunnen voetballen. En dan voel je wel even klein af en toe, hè? Ja. Als er een balletje wegspringt. En dan denken ze echt wel van, En dat werd, Van Gaal zei toen ook na 3 maanden van... Ja, het is wel weer gewoon, je moet eigenlijk gewoon weer terug naar je amateurclub. Want na 3 maanden? Na 3 maanden. En toen heb ik me wel er doorheen gevochten. En toen heb ik best wel, ja, het was best wel hard. Dat heb ik ook later tegen hem gezegd. Ja. En toen zei hij van, ja, maar dat was ook om je te prikkelen. Maar het was fysiek was het gewoon best wel lastig. Dus, en als iemand dat zo recht in je gezicht zegt, dat is best wel... En dat is Van Gaal natuurlijk. Ja, precies. En het is een harde wereld. Ja, en dan kijken zij natuurlijk ook van... Gaat hij ermee aan het werk of gaat hij dit doen? Ja, ik vind dat best wel moeilijk. Omdat waar is die nuance tussen wat kan je zeggen... En ja, heeft het een trauma voor iemand uiteindelijk? Ja. Want als je zegt van ja, je bent niet goed genoeg en je kan eigenlijk maar weer gewoon terug naar je... Na 3 maanden. Sommige jongens nemen dat mee in hun hele leven en hebben elke keer maar in hun hoofd... Ik ben niet goed genoeg. Ja. En jij hebt dan wel hard ervoor gevochten en daarna teruggekomen. Ja, nou ja, ja. Maar dat is ook, ja, goed. Dat kan een vervelende ervaring zijn. En, ja. Maar goed, ik was het ook wel een beetje... Mijn pa, die was ook soms wel eens... Ja, die kon ook best wel kritisch zijn, weet je. Als ik bij SEO was dan mijn club. Ja, ja. En dan had je, nou ja, goed, dan had je gevoetbald en zo. En dan, ja, die kon best wel eens zeggen van... dat was niks of zo. Mm. Hij zei ook wel als het goed was dat het goed was. Maar dus het hebben van, zeg maar, een oordeel krijgen... Daar was ik wel een beetje gewend. Mm. En dan kun je er misschien ook beter mee omgaan. Okay, ja. Dus het was niet zo uit het niets. En ik vond het zelf ook wel dat het niet goed genoeg was. En ik denk dat Van Gaal ook wel heeft gezegd... Misschien, maar dat ben ik vergeten. Dat hij zei van, nou, ga aan het werk. En dan misschien, weet je wel. Ja. Dus het zal ook wel een positieve iets aan hebben gezeten, zeg maar. Denk ik. Wie is je grootste inspiratiebron? Mijn vader. Duidelijk. Kort en krachtig. Ja. Ja, omdat
Hij was, en daarom niet, maar hij is, mijn vader is geboren in 1945 en die is in de jaren 60, in de jaren, hij was amateurvoetballer bij een klein clubje in Noordoost-Groningen en was een fantastische speler en die is naar Anderlecht gegaan, is daar grote ster geworden en toen ook Ajax was de beste club ter wereld toen, dus waar Cruijff speelde en zo, is daar ook terecht gekomen. Ajax was in die begin jaren 70 was de beste club ter wereld. Ja, ja, die wonnen drie keer, die won alles. Ja. Krol, Keizer, en noem ze maar op. Cruijff, Zuurbier. Dus. Nou, en hij ging daar ook voetballen. Maar hij had met zijn knie en is toen gestopt. En hoe hij daar eigenlijk mee, je hebt het net over vechten en zo. Hij is totaal iets anders gaan doen. Dus hij is gaan schrijven. Hmm. En hij is columns gaan schrijven in kranten en zo. En daar is hij zijn geld mee gaan verdienen. En dat heeft hij, ja, en ook ja, romans geschreven. Het is totaal iets anders. Dus na je ja, een zo'n ommezwaai maken, nadat je een, nou, als je zeg maar 35 bent, dat vind ik knap. Ja, dat is, en dat is ook hard werk, want dat doe je niet zomaar. Je hebt een bepaald talent, dat merk je wel, maar je moet toch elke dag. Het moet wel ontwikkeld worden. En dat is dan ook een struggle. Het is ook een. En dat. Ja, dat als ik dat nou zo op terugkijk, dan. Dat is wel. Dat vind ik knap van mensen die kunnen veranderen. En dan ook ergens anders weer heel goed in worden. Weet je wel? Ja. En dat is ja. Ja. Noorwegen of Nederland? Ja. Nou. Tja. Nou, Noorwegen is een geweldig land. En als je in Noorwegen landt, dan... goed, ik ben er dus vaak. En je weet wel, want ik trainde dan. Ik had met Fred Rutte, onze trainer, had ik dan de afspraak. Ja, ik moet af en toe naar de kids. Ja. En dat vond Fred ook niet erg. En dat vind ik ook wel weer klasse van een leidinggevende. Van sommige dingen zijn gewoon belangrijk. En dan werd er gewoon gezegd naar jullie spelers van, trainer Mulder is onderweg. Ja. En jullie, ja, hij zit in Noorwegen met zijn kind. En alsof jullie dat dan erg zouden vinden en zo. En dat, moet je, en dat is ook, als je volwassen spelersgroep hebt, die vinden dat dan verder ook. Ja, het is ook best wel leuk af en toe dat die gezichten voor de groep een beetje veranderen. Ja. Maar als ik in Noorwegen land, dan merk je gelijk frisse lucht. Dus je adem, je weet je wel, en merk je niet als je hier bent. Ja. Maar als je daar dan bent, dan denk je echt van, oké, er zit veel meer zuurstof in. Natuur is mooi. En dat ik. Maar ergens. Ja, ik vind Nederland. Nederland is wel mijn land. Oké. Nou, we zouden eigenlijk doorgaan naar de volgende vraag. Maar we moeten toch nog even terugkomen, Juri. Ja. Heb je erover nagedacht? Nou ja, ik zit natuurlijk na te denken de hele tijd wie dat is geweest. Die, want ik vind. Ja, dat. In de voetballerij. Ja. Nou, we hebben nu druk erop gezet natuurlijk, nou, maar wie vind jij daarin, zonder na te denken? René Eikelkamp. Oké. Ja. En die heb je toen bij... Ja, daar heb ik mee samengespeeld bij Schalke. Ja. En die kwam mij vervangen, want ik scheurde mijn kruisband en toen heeft Huub Stevens René opgebeld. Die wou eigenlijk gaan stoppen, want die had met zijn Achillespees en René heeft daar nog 2 jaar heel succesvol gespeeld. En daarna zijn we eigenlijk altijd... zijn we in contact met elkaar gebleven. Ja, nou goed. Ik kan je zeggen dat het geen René Eikelkamp is. Nee, want die heeft... Nee, weet ik ook dat maar, hij... Ja. Maar ik denk niet dat Jan dat zo leuk gaat Jan vinden. Jan van Hals, toch? Ja. Oh, wat geweldig. Ja. Oh ja, het is super geweldig. Ja. Nee, zeker. Nee, Jan is hier niet zo lang geleden geweest. Nee, en jij zei al van... eerder in het seizoen. Eerder in het seizoen, ja. Ja, precies. Maar goed, Jan, dat is... Topper. Fantastisch. Topper, ja. Oké, Juri. Wat voor kind was Juri Mulder? Blond. Ja. Blauwe ogen. Blauwe ogen. Ja. Vrolijk, denk ik. Elke dag voetballen. Zorgeloos. Mm-hmm. Weet je wel, met je bal achterop naar een veldje. Kijken of er jongens zijn die hier aan het voetballen zijn. En dan... Als er niemand aan het voetballen was, ja, fuck, weet je wel. Ja. Zomeravonden lang, eigenlijk een vrij fijne jeugd gehad.
In Bussum. In Bussum. Ik ben Bussum opgegroeid. Ja. Mijn vader die ging voetballen bij Ajax. En ja, wij kwamen precies. Toen in Bussum te wonen. Ja. Nou ja, dat was... En ik had vriendjes die hockeyden ook. Want ik zat wel een beetje zeg maar in de kakkerbuurt. Ja, ja, ja. En die jongens achter, de straat erachter. We waren soms ook aan het, aan het hockeyen. Ja, ja. Leuk. Ja. Leuk. Maar dat was best wel leuk, ja. We hadden het net al erover. Noorse ex-vrouw. Ja. Twee kinderen. Finn en Alexander. Mm-hmm. 23 en? 20. 20. Oké. Hoe was dat voor jou, het pendelen tussen Noorwegen en Nederland? En hoe was dat met de opvoeding? Als ik naar mezelf kijk, mm-hmm. bijvoorbeeld, ik zat toen in Spanje en India. En mijn zoon was natuurlijk hier. Ik had er verschrikkelijk moeilijk mee, mm-hmm. Moeite mee om dan op die manier, in weliswaar co-parenting, maar dan op die manier mijn zoon op te voeden. Ja. Nou ja, Noorwegen, Nederlands dichterbij. Dus dat is wel... dat is wel makkelijker. Dus als ik tijd had, dan ging ik naar Noorwegen. En dat zag ik niet als een belasting. Dat vond ik gewoon... Ik vond het heerlijk om dan naar de jongens te gaan. Wat ook belangrijk was, dat ik gewoon een hele goede ex had. Dus die schikte zich helemaal naar... het was niet zo dat als ik afgesproken had, het ging in één keer niet door, dat ze dan boos werd of zo. Die was flexibel. Ja. En ik ook. Dus dat was goed geven en nemen, zeg maar. Dus dat, wat dat betreft ben ik heel blij met mijn ex geweest daarin. En, maar goed, zij realiseerden zich ook dat hoe makkelijker dat gaat, des te beter is het ook voor de jongens. Omdat, precies. Ja, het is toch fijn als hun vader er veel is en als dat dan allemaal niet moeizaam verloopt. Ja. Dus ik vond dat ik vond eigenlijk best wel fijn, die afwisseling. Maar ik leefde, op een gegeven moment leefde ik in twee landen. Ja, precies. En vliegen, dat was soms wel. Ja, als je gevlogen hebt, dan merk je zelf ook wel. Dan heb je zo'n hele dag, je voelt allemaal. Ja, precies. Ja, zwaar. Twee uur die kerosine in te ademen en zo. Ja. En, dus dat, maar ja, maar goed, dat is... dat ging wel goed. En dan de vraag, de rustiek van Noorwegen of de hectiek van Nederland? Het is heel verschillend. Dus, je hebt ook nog een huis. Ik heb nog een huis daar, ja. En dat is zo'n houten huisje met een veranda en kijken uit op een meer. Mooi. Dus dat is wel... maar dat is fijn en ik ben daar graag. Alleen, ja, als die jongens die zijn uit huis, dus die wonen ergens anders. Maar als ze zeg maar vrij zijn van school, dan komen ze daar. En ik ga nu bijvoorbeeld... volgende week ga ik er een week heen. Ja. Maar ik ben nu al een paar maanden niet geweest, omdat ze uit huis zijn, weet je wel. Mm. En dat is ook wel rustig. Dus dat is ook wel fijn. Ja. Dat je niet elke 2-3 weken weer in het vliegtuig zit om daarheen te... Ja. Daar zit jij nu een beetje in. Ja. Daar zit ik nu in. En eigenlijk al 10 jaar. Ik ben dus ook 2012... gescheiden met mijn ex, waar ik kinderen mee heb. En toen zat ik nog wel midden in mijn carrière. Ja. Wat jij zegt, de relatie tussen jij en je ex, die dus wel samen ging, dat was bij mij niet het geval. Nee. Dus daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En nog steeds. Omdat dat nog steeds een gaande proces is. Mm. Maar ook nu dat ik in Amerika zit en voor werk dan om de 2 maanden dan hier ben, kijk ik nu ook terug naar mijn kinderen die ik dan daar weer eventjes achterlaat. En dat is wel momenten gewoon van dat ik FaceTime niet krijg en oh papa, kijk wat ik vandaag op school heb gedaan, weet je, dan ervaar ik dat, maar dan had ik liever daarbij geweest. Dus dat zijn een beetje de offers die je opbrengt, zeg maar. En om dus het een en ander voor elkaar te krijgen. Ja. Maar kinderen beseffen ook wel dat, papa, die als het weet je, door jouw vrouw, die zegt, papa is aan het werk en die zorgt ook voor ons. En dat doet hij op deze manier. Ja. Dus dan
Dan is dat... Dat heb ik ook gezegd. Hè? Dus voordat ik elke keer ga, dan heb ik eventjes een gesprekje de avond ervoor. Maar dan zegt hij van... I don't care about that, dad. I just want you home. Mm-hmm. Dan breek ik wel. Spreken ze ook Nederlands eigenlijk? Nee. Nee. Een paar woorden. Ja. Vooral wanneer oom en opa met ze aan het praten is. Ja. Maar voornamelijk Engels. Ja. Dus, maar goed, dat is dan wel eventjes een momentje dat ik denk, Jezus. Moet ik dan nog wel gaan, moet ik blijven? Nou goed. Maar... Tuurlijk wel. Je kijkt wat we aan het doen zijn. Ja, moet je gaan. Ja, je moet wel gaan. Vind ik ook. Ja, leuk wat we aan het doen zijn. Nee, echt gigantisch, maar mijn kinderen zijn mijn kinderen. Tuurlijk. Maar jij bent nu, hè, Jury Mulder, bekendheid in Nederland en in Europa. Nou, Europa. Zeker. Nou, Duitsland kennen ze me niet, hoor. Duitsland, België, ja, Noorwegen. Ja, dus een dat hoort Benelux, bij. Benelux. Oké, Noorwegen kennen ze me ook niet. Kijk, dat is wel fijn. Nee, kennen ze me niet. Okay. Dus ik ga. Kijk, ik zit wel eens met die mannen Gullit of zo, van Bassen bij Rondo. Hè? Ja. Nou ja, is die Gullit, die, en dat is ook een geweldige kerel, maar die wordt overal herkend. Ja. En daar ben ik, als ik in Noorwegen ben, dan kan ik, ja goed, ik heb er hier geen last van, want mensen zijn altijd aardig en leuk en Juri en zo, maar ja, daar ga ik de supermarkt in. En dan weet je wel, soms heb je wel eens iemand, was hem dat nou? Weet je wel, achter die schap kijken en dan maar is het de Juri? Ja. Maar dat heb ik daar niet. Dus dat is wel, ik moet altijd even wennen als ik weer terugkom. En dan loop je op die band op Schiphol. En dan, dat heb je dan ook. Dus die braafheid, die heeft die WK-finale. Toch voel je dat op de een of andere manier. En dan, je doet er wel even aardig of zo. Ja. Of als iemand wat zegt, is super. Vind je het prettiger daar of? Die aandacht niet? Die aandacht vind ik ook wel leuk, als ik eerlijk ben. Ja, ja, ik vind het wel leuk, omdat het leven... Waardering is voor wat je gedaan hebt. Dat ook, maar ja, je raakt ook wel dan in gesprek. Mensen komen makkelijker naar je toe, weet je wel. Sommigen zijn ook een beetje bevreesd. Maar ik vind het ook wel lekker als je dat gewoon helemaal niet hebt. Dus eigenlijk is dat fijner, dat je niet... Dat stom, het is toch een stom iets, dat beroemd zijn. Ja, toch? Nou goed, maar waar ik dus naartoe wilde, is dus, jij hebt dat niet gehad met je vader. Hoe kijken jouw twee jongens nu naar papa Jury Mulder? Heb je daar ooit over gehad? Of? Jawel, mijn ene zoon die is ook wel echt, die doet muziek. Ja. En daar heb ik soms ook wel, dat hij iets, zeg maar, ook... Nou ja, wie iets wil worden of zo, weet je wel. En mijn andere zoon heeft dat helemaal niet. Die heeft juist, die heeft zijn dingen en die wil gewoon dat en die hoeft niet bekend te zijn of zo, of iets te bereiken. Die drang heeft niet zozeer om papa daarin op te volgen. Nee, en ze verder nooit, ook met voetballen of zo, ze voetballen ook allebei niet. Ja. Dus daar heb ik niet... Maar goed, als je natuurlijk als kind, je ziet de opa is bekend en papa is bekend en zo. En dan denk misschien dat er dan eentje gaat denken van ik wil dat ook of zo. Ja, dat is best wel cool. Maar ik heb dat trouwens nooit, want zo ben ik niet opgevoed. Ik heb dat nooit, dat het daarom ik wilde voetballen om ook bekend te worden of zo. Nee, zoals mijn pa of zo. En hij was ook niet zo bekend toen, omdat hij vooral in België speelde. Ja. Dus daar, nee... Had je gehoopt dat jouw kinderen voetballer zouden worden? Had je gehoopt dat... Ja, dat had ik wel erg leuk gevonden. Ja, nou niet voetballer, maar omdat je namelijk... Wij hebben natuurlijk heel veel plezier gehad aan het voetballen. En het levert heel veel lol en plezier op. En dat je dat... En dat had niet hoog hoeven of zo, maar dat je daar... Gewoon op de een of andere langs de zijlijn staan. En maar dan, dit vind ik wel apart op wat je zegt, hè? Ja. Omdat we spreken nu regelmatig ouders... Van jongens die zich dan aanmelden bij Gianni en House of Acceleration, onze coachingbedrijf. Mm-hmm. Maar dan is het puur om het spelletje dat je zoon dat gunt en het plezier wat jij ook hebt ervaren. Maar de rest, wat erbij komt kijken, op het moment dat je op het hoogste niveau komt, dan hoor ik ouders wel weer zeggen van, ja, liever niet. Nee. Kan je daar wat bij voorstellen? Ja, zeker.
En dat heb ik ook meegemaakt, want ik kom bijvoorbeeld wel jonger, op een jongere leeftijd naar Ajax. Maar mijn pa die heeft dat ook altijd een beetje tegengehouden. Blijf maar als je goed genoeg bent, dan komt het vanzelf wel. Ja. Ja. Dus plus, om je daar ook in bescherming, zeg nou, maar. Een beetje wel, ja. En misschien was ik daar ook niet zo geschikt voor. In de harde wereld, zeker toen de tijd. En ja, dus dat, ik snap wel dat ouders daar wat bevreesd voor zijn. En het is natuurlijk ook zo dat je, ja, daar komen er maar heel weinig. Komen er echt door. Het is geweldig als jouw kind in de Twente Academy komt te spelen en zo. Ja. Maar ja, dan zijn er van die jongens zijn er misschien maar één of twee of drie die doorkomen. Het is wel een jungle. Een jungle en een struggle of zo, weet je wel, om er te komen. Ja. Vallen en opstaan voor die jongens die het dan redden. Dat is altijd knap. Ja. Ja. Je hebt ooit wel eens verteld in het verleden, volgens mij gaf je dat net ook aan, dat je vreemd bent gegaan door het gemis uit de sport. Oh. Ja. Ja, ja, ja. En wij zijn dan heel erg benieuwd naar, wat miste je dan? Wat miste je dat? Want er zijn heel veel jongens die hier last van hebben, ook tijdens hun carrière, na hun carrière. Ja. Wat ging er dan om je heen? Ja, ik ben er ook één van. Ja. Ja. Dus. Nou ja, het is. Kijk, dat is. Je moet dan eerst wel iemand tegenkomen die je echt leuk vindt. En vaak weet je ook wel van: oké, bij deze ene persoon, dan zou het wel eens mis kunnen gaan. Ja. En. En dan. Ik denk bij sporters of misschien acteurs of wat dan ook. Of mensen die veel aandacht krijgen en waar ook een bepaalde spanning op zit. Laten we zeggen artiesten, want voetballers artiesten, zijn... worden ook als artiesten gezien. Ja. Maar de artiestenwereld, dat leeft een beetje. Dat, nou ja, ik wil niet zeggen veel dat aandacht. Het juist. En dat valt in één keer misschien een beetje weg. Ja. En als je dan aandacht van iemand krijgt, dan neem je dat... Ja. Maar laat het geen excuus zijn, maar het is denk ik wel menselijk misschien dat je daar dan ontvankelijk voor bent. Dus de leegte van de aandacht die je dus door het voetballen wegviel, zeg maar. Ja, in mijn geval was het wel, ja. Kijk, dat was ook, er zijn natuurlijk, goed, als je huwelijk of je relatie dan ook niet helemaal... Weet je, in een relatie heb je wel moeilijke tijden. Bijvoorbeeld als er net kinderen zijn. Dat is wel, ook voor een vrouw is dat wel gewoon... Die is net 9 maanden zwanger geweest. Nou, en dan bij het eerste kind gaat het nog en zo. Maar bij het tweede of het derde, dan is het... Die zit niet te wachten op een kerel die alleen maar leuke dingen wil doen... als hij net gestopt is met voetballen en zo. Dus dat loopt dan. Soms loopt dat niet. Dat was bij ons een beetje zo. En, ja, en dan ga je dat misschien ergens anders zoeken. Ik denk dat het een beetje is, weet je wel. Dan denk je van ja, dan kom je iemand tegen en die wil dat wel allemaal. En dat werd het ook niet. Ja. Zit toch in jezelf een beetje. Maar het gebeurt best wel vaak, denk ik. Het gebeurt super vaak. Ja. Super vaak. Bij jou gebeurt, Jerry. Dus trouw maar niet met een voetballer. Het is even leuk. Maar... Jij mag ook geen reclame. Maar niet elke voetballer. Ja. Maar goed. En als je het dan doet, goede contracten. Dat je tenminste financieel nog een beetje goed achterblijft. Fantastisch. Maar je geeft net aan van je miste dan een soort... aandacht en alles. Heeft dit te maken met een stukje het zwarte gat wat dan erbij komt kijken waar je invalt dat je zoveel mist wat je eigenlijk tijdens je carrière niet had en dat weer op een bepaalde manier gaan opvullen? Nee, het was misschien ook een beetje de wekelijkse spanning die valt ook weg, hè? Van een wedstrijd en zo. En, dat je dan die spanning misschien ergens anders gaat zoeken. Maar ik kon vrij snel met het tv-werk door, dus ik had niet echt het gevoel geen dat last ik... Van. Nou, een zwart gat is natuurlijk ook, denk ik, voor spelers die stoppen, je mist een beetje eigenwaarde of zo. Hè? Dus dat, ja, waar ga je dat dan, als je dan iets hebt waar je dat wel uit kan krijgen, ook al is het maar een simpele job, zoals wat jullie nu doen of zo, dan heb je toch het gevoel dat je van waarde bent. Noem je onze job simpel? Het is niet simpel. Sorry. Nee. Al is het een... Nee, al is het een simpel... Je lult je er hier niet meer uit.
bedoel, al is het een simpele job, ja, wat het dan ook is. Ja, ja. En wat jullie doen is, ja, goed. Maar goed, jij komt hier één keer in de twee maanden, twee weken. Ja. Maar ja, nee, maar zo bedoel ik dat niet. Ja, nee, oké. Okay. Het is knippen dit, hè? Dit moet eruit. Ja, nee, dit gaan we dus regisseur, niet knippen, die zit, ik knip altijd de schaar. Terug naar je carrière. We hadden het net ook al eventjes erover. Je begon bij SDO in Bussum. Ging daarna naar Twente. Ajax. Ja, Ajax. En dat was voor jou best wel een moeilijke periode. Was in eerste instantie voetballen bij Ajax je droom? Nee, dat maakte mij niet uit. Ik wilde profvoetballen. Je wilde gewoon voetballen? Ja. Ja. En of dat nou bij een klein clubje was, of ik wilde gewoon elke dag voetballen. En dat hoeft niet per se bij Ajax of bij Feyenoord of zo, nee. En ben je er al achter gekomen of ben je erachter gekomen waarom het dus niet lukte bij Ajax? Ja, de stap was te groot. En ik ging ook studeren in Amsterdam, dus ik moest hier 's ochtends met mijn Ajax-tas naar college. En dat vond ik ook verschrikkelijk. Ik zag die mensen, maar ja, Van Gaal. Dus vroeg ik aan Louis, ik zeg, ja, maar kan ik die tas ook niet, kan ik ook een andere tas? Nee, je wilt die Ajax-tas komen. Ja. En nou ja, dus dan, ja. Ze was er niet helemaal. Nou, dat was 's ochtends naar school en dan met lijn 9. Naar de meer, ja. In de tram naar trainen. En dat was eigenlijk een beetje te veel hooi op de vorm. Ja. Ja. Maar goed, ik heb daar wel, ja, ben daar wel doorheen gekomen. Dus, dus die stap terug. Dat was wel een mooie tijd. Ja? Ja, want wat ik het mooiste vond was... ja, weet je, je had dan het veld ook... Ja, kunnen jullie de meer nog een beetje herinneren? Ja, dat is voor mijn tijd. Ja, je had dan zo... Ja, jij Rotterdam. Ik heb wel tv half gezien. Ja, maar dat is zo'n trainingsveld voor de meer en dan bij de middenweg en zo. En daar trainden wij soms ook op. Ja. En dat vond ik, ja, dat vond ik iets moois. Ja. Want daar trainen die profs ook op. Ik heb daar trouwens nog mijn allereerste ervaring met Ajax gehad. Dat ik uitgenodigd was om dus ook met de D1 toen de tijd... Ja. Ook een team dat je denkt, superveel talent. Cedric Seedorf, Sergio de Wind. Ik weet niet of die man je nog wat zegt. Die, nee. Die toen van Ajax B-junior naar Juventus toen in één keer ging. Mm-hmm. Romeo Kastelen was ik in de tijd samen mee stage gelopen daar. Maar ook, wat je zegt inderdaad, het veldje voor het stadion. Ja. Altijd een beetje modderig. Het was namelijk drassig. Watergraafs meer, hè? Ja. Nee, dat was wel... Maar het was net iets te veel. Ja. En uiteindelijk toch nog wel een fantastische carrière gehad. Daarna natuurlijk Twente, dan Schalke 04. Was je altijd een groot talent? Of heb je het echt op mentaliteit gedaan? Nou, ik was... Gaandeweg werd ik wel beter, ook in technisch en zo. Dus ik had mijn laatste jaren bij Twente was gewoon een mooie. Had ik met Ronald Boer zat ik in de spits en wij waren echt lekker aan het tikken en zo. Dus yeah. Ik was een beetje achter de spits en hij speelde dan diep en ik ging er dan steeds overheen en dan weer. Nou, dat ging goed, maar. Toen ik in Duitsland kwam, toen merkte ik echt van oké, nu moet ik... Je kan niet zomaar puur op talent voetballen. Nu moet ik echt wel... dit moet ik echt... dit is veel meer aanpoten. Ja. En het is totaal ander voetbal. Nou ja, jij weet het. Het is, als je nu ook kijkt naar die wedstrijden, het is een en al... Het is een gevecht gewoon. Dus na één wedstrijd dacht ik al van ja, ik kan niet zo doen zoals ik het in Nederland... Dan kun je een balletje aannemen, kijken, combineren. Ja. Daar is het ook veel meer team. Dan coaches zie je ook. Daar ging coaches helemaal niet. En ze zei van ja, je moet gewoon zien dat er iemand achter in je rug staat. Zoek het maar uit. Bovendien, je hoort ook niks. En dus ja, en vooral het fysieke. Dus dat was wel... moesten wel even omschakelen. Ja. Ja. En dus dat was wel echt werken geblazen daar het eerste jaar. Buffelen. Ja, ik heb altijd gezegd, Duitsland, dat zou echt niks voor mij zijn geweest. Ik was ook totaal geen loper. Ook niet echt een harde werker op de training. Dus dan zou ik echt sneuvelen. Ik denk het niet, Johnny. Ik denk het ook niet. Nee, ik denk het. Ik denk dat je daar op een gegeven moment gewoon... Je gaat erin mee. Ja. En je leert jezelf wel kennen op een andere manier. Ik had ook op een gegeven moment... Nou, bij Bayern, dan hadden we nog geluk met Van Gaal. Die doet
95% met de bal. Ja. Dus ook de conditietrainingen daar, heeft hij dat ook gezegd dat je dat met de bal doet. Mm-hmm. Maar dan kom ik bij Hoffenheim. Mm. En dan heb ik een voorbereiding daarmee gemaakt. Waar wij 14 dagen in de bergen waren. Geen bal? Nou, wel bal. Maar dan was het 3 keer per dag trainen. En dat was gewoon echt elke dag. En dan na 3 dagen had ik wel zoiets van... Jongens, gaan we met z'n allen eventjes klagen? Want dit is niet normaal. Nee. En dan had je de Duitsers die zeggen van... Klagen? Waar heb jij nou over? Ja. Maar dan was het 's ochtends vroeg, 7:30, moest je boslopen. Ja. Kom je terug, ga je ontbijten, douchen klaarmaken. En aan 12:00 heb je een voetbaltraining. Waar ook heel veel lopen in zit. En dan ging je weer om 16:00 of om 16:30. Dan had je een atletiektraining. En dan was je weer aan het lopen op die atletiekbaan. En krachttraining en noem maar op. Maar dat heeft mij wel... geformd, geholpen, dat ik nu, na mijn carrière, het nut zie van kilometers lopen. Nu soms zelf heb ik van, ik moet gewoon eventjes gaan lopen. 5, 8, 10 kilometers voor mezelf. En dat heb ik daardoor wel ontwikkeld. Voor wat? Voor wat? Ja. Voor mijn geest, Gianni. Oh, oké. Ja. Voor wat doe jij nog iets? Nee, ik dacht dat je bedoelt voor om je... Nee. Mijn vraag is, waar doe jij nu nog omdat iets voor? Omdat ik het gewoon lekker vind. Oké, inderdaad. Ik vind het ook lekker, Gianni. Juri, bij Twente, want Jan zat ook een aflevering hier. Jullie hebben samen gespeeld. Ja. En hij had het over een stukje faalangst wat hij had. Oh. Tijdens zijn Twente-periode vooral. Is het jou toen opgevallen dat hij... Ik was toen ook, je bent te veel met jezelf bezig, denk ik. Ja. En dan kom je nieuw bij een profclub en dan ben je met één ding bezig. Dat is hoe kom ik er zelf het beste uit. Ja. En hij kwam toen van Wageningen, geloof ik. Ja, en goed, wij begonnen op de bank. En het was gewoon een gevecht om erin te komen. En ik had ook best wel mazzel. Ik maakte gelijk een goal en iemand anders raakte geblesseerd. En ik ben er niet meer uitgekomen. Ja. Maar, en Jan eigenlijk is dat ook best wel vrij geleidelijk. Wij zijn samen in het hotel gekomen, begin van het seizoen. Dus we hadden wel een soort band met elkaar. We moesten met z'n tweeën kijken van oké, gaan we het redden, ja of nee? Ja. Dus we hadden wel iets gemeenschappelijks, dat klopt wel. En... dat is wel... maar dat hij dat zo faalangst, dat heb ik niet. Nee. Heb je zelf last gehad? Je hebt het er ook, sorry dat ik je onderbreek, maar je hebt het niet zo... Dat heb je het niet met elkaar over, hè? Voetballers onder elkaar. En dat is dus juist, ja. Waarom? Nee, maar je wil niet je zwakheid ten opzichte juist, van die ander laten zien. Precies. Ja, maar dat is ook logisch. Maar stel voor, hè, want dat is dus ook iets wat... wat heel veel terugkomt in ons verhaal. Stel voor als Jan nou naar je toe was gekomen van... Jezus man, ik zit hiermee, Juri. Hoe zou jij dan gereageerd hebben? Ik zou nu misschien anders reageren dan dat ik toen deed. Ja. Maar wij waren ook geen concurrenten van elkaar. Maar als het ook mijn concurrent was geweest, dan had ik gedacht, dat is mooi zo. Ja. Vouw jij maar een eind door. Nee, maar dat is toch zo. Het is toch de ene dood, de ander zijn brood. Ja. Het is een topsport. Dat is het gewoon. Ja. Ik bedoel... Maar dat is dus juist wel... Ik zou zeggen, ga naar een psycholoog of laat je door helpen. Ja. En zeker, maar goed, het is natuurlijk ook niet zo dat helemaal waar is. Want ik weet nog dat, die is toen overleden, Tommy Krommendijk. Dat was weer een concurrent van mij, die zat ook toen in het hotel. Maar dat hij was heel blij dat ik de eerste wedstrijd speelde. En hij speelde niet en ik maakte toen wel een goal. En hij was echt blij. En dat vond ik ook wel iets wat bijzonder was. Vond ik toen, je bent toch de hele tijd... Kijk, als wij als jochies op het veldje aan het voetballen waren of op straat, dan was je toch ook blij als die ene jongen die eigenlijk misschien een beetje beter dan jou was, dat die gewoon slecht was vandaag. Dan dacht je van, ik was beter. Ja, zo dacht ik wel een beetje. Nou, ik ga het misschien redden en hij niet. Ja, het is toch een soort...
ja, prestatie gedoe. De ene zijn dood is de ander man zijn brood. Ja. Ik denk wel, en dan misschien in een ideale wereld en ben ik daarin een beetje aan het heel erg aan het zweven. Maar voor mij, ik was wel de type die, als ik het merkte bij spelers, bij een aantal spelers, mm-hmm. dan ging ik er wel naartoe en dan vroeg ik wel van, hey, hoe is het nou? Weet je, heel vaak dan merk je dat spelers niet de prestatie leveren dat je van ze gewend bent. Ja. En dan struggelen ze dan wel mee. Mm-hmm. En dan probeer ik daarin toch wel een beetje van, oké, zou je misschien op zo'n manier kunnen proberen. Probeer je vertrouwen daar weer in op te bouwen. Dus onderling, want in het team heb je elkaar nodig. Nee, tuurlijk. En helemaal als je weet van, nou, die heeft kwaliteiten, maar het komt er op dit moment niet uit. Maar dat deed jij ook pas later in je carrière waarschijnlijk. Als je iets ouder werd, denk ik, na je 25ste of zo. Nee. Maar niet, ik deed dat niet in mijn eerste jaar bij Twente. Ik ging me echt niet bezighouden met, waarvan een bewijs spreken, een oudere speler, dat ik die dan zag. Dat durfde je ook niet eens. Nou, ik had het met Romano bijvoorbeeld. Ja. Of met kwam dan nieuw. Jij was er al. Romano kwam nieuw bij Twente. Ja. Die had het dan moeilijk in het begin en die ga je dan een beetje helpen. Weet je met wie wij het hadden? Hmm. En dan kan ik jou ook in herinneren. Met die spits die we zeiden, die is zelfs beter als Arnautovic. Hoe heet die gozer nou? Rentla. Ja, André. Ja. Ja, ja, ja. En behalve dat hij met zijn blessure te maken had, zag je dat hij supersterk was en je ziet het talent. Ja, hij was geweldig speler. Maar het kwam er niet uit. En dan kan ik me herinneren dat jij ook daar in tijd. Natuurlijk, en maar ik was toen trainer. En dan ben je daar. Maar hoe oud was ik toen? Ik was toen ook. Ja. En ik kan me nog herinneren dat we na trainingen. Maar we hebben het er net over gehad. Soms moet je iemand helpen, maar soms moet je ook hard zijn. Omdat namelijk, dan helpt prikkelen of zo. Of zeggen, dit doe je niet goed. En dat kan ook helpen, hè? Ja. En dat is soms moeilijk om te bepalen, wat moet ik er nou doen? Moet ik nou een arm omheen doen? Dat heeft met de karakter te maken. Dus we gaan kijken, hè. Dus ik wil niet heel theoretisch gaan. Maar die Rentla was toen in het begin ook iemand van, niet veel zeggen en, weet je. Wat was een Slowaak, geloof ik, of zo, hè? Ja. En die zijn al wat rustiger, wat meer in zichzelf gekeerd. Juist. Dus dan had ik niet zoiets van, ik moet hem een schreeuw gaan geven. Nee, klopt. Arnautovic, die kon je keihard tegen schreeuwen. En die ging terugschreeuwen, bijvoorbeeld. Ging, precies. Maar dan had je wel een reactie. Ja. Maar bij die Rentla, dat was niet Nee, maar dat is wel inderdaad. Je moet goed kijken naar wat je tegenover je hebt, inderdaad. Ja. Denk je dat jij mentale coaching nodig had tijdens de carrière? Ja, ik denk dat dat sowieso, dat dat altijd heel goed is. Ja. Maar ik denk wel dat het, nu denk ik een beetje slecht, want ik zat er op weg hier naartoe, zat ik daar, had ik die vraag wel een beetje verwacht, maar je hebt dan zo'n situatie met een elftal en een hoofdcoach, en een hoofdcoach die bepaalt dan wat voor staf het is, en op een gegeven moment denkt die hoofdcoach van, ik moet ook een psycholoog erbij hebben, toch? Ja. En dan ga jij van alles tegen die psycholoog zeggen, en die vertelt alles door aan de hoofdcoach. Kijk! Nee, maar soms, in de jeugdopleidingen en zo en alles, maar je moet wel weten dat diegene waar jij je verhaal aan kwijt kan, dat ook alleen voor hem is. En dat het niet ook dan gebruikt wordt, zeg maar, door. En dat je dan daardoor misschien niet opgesteld wordt of zo. Juri heeft het moeilijk. En zijn meisje is deze week heeft hem verlaten. En ik zou hem niet opstellen. op welk moment? Dan heb je net je verhaal gedaan. Maar dit is natuurlijk, er is geen psycholoog die dat doet, denk ik. Maar ergens, ik zeg ook, ik denk heel slecht. Nou goed, het gaat niet, ik denk niet dat de vraag of dat de aandacht moet liggen bij wat de psycholoog wel of niet doet. Het gaat erom wat in het hoofdje speelt van de spelers. Want die wil je uiteindelijk zover krijgen dat ze dus naar de psycholoog gaan. En dat die zich veilig voelen. Ik zou het geen psycholoog noemen. Nee, geen psycholoog. Een coach. Weet je, maar in ieder geval iemand die in het elftal. En de vraag is, daar hebben we het vaak over gehad. Maar jij bedoelt dus dat je het dan beter extern kan doen. Dus dat je individueel zelf iemand. Wij geloven dat er een,
Ja, een derde externe partij, ja, externe partij. Ja, precies. Dus wel met een beetje jongens, wat ik ook bedoel, ja. Omgaat, zodat daar in ieder geval wel al die gedachte, die blokkade, die drempel weggehaald kan worden voor spelers. Ja. Want spelers hebben het wel nodig. Ja. Nou ja, of om nog beter te worden op bepaalde dingen, of vrijer, of... Zou je iets kunnen, een voorbeeld kunnen aangeven waarvan jij denkt van ja, op dat moment tijdens mijn carrière had ik wel behoefte gehad aan bijvoorbeeld iemand die mij daarin kon helpen? Ja, nou, ik had bijvoorbeeld dat ik in mijn revalidatie bijvoorbeeld wel, dat ik dan, dat je op een punt zit dat het gewoon moeilijk gaat en dat je dan ook moeilijk kunt bepalen van oké, ben ik nou fysiek gezien, is het goed wat ik nu allemaal aan het doen ben? Ja. En dat je gewoon voor bepaalde keuzes gesteld wordt, moet ik hiermee door of moet ik daarmee door? En ik denk dat je dan wel, ja, dat je daarmee, daar had ik wel mee geholpen kunnen worden. Ja. Want werkte dat dan ook? We merken heel erg dat op het moment dat ze door het voetbal, dat ze niet helemaal lekker in hun vel zitten, dat het dan ook doorslaat op het stukje privé ook. Dat ze daar dan ook helemaal klem komen te zitten. Was dat bij jou ook het geval dan? Nee, maar je neemt het wel mee naar huis. Ja. Ja, nogmaals, geen voetballer. maar goed, als je verliest. Ja, je wedstrijd verliest en je verliest 3-4 keer. Ik heb het ook eens bij Schalke, stonden we onderaan. En dan, ja, dat is toch niet... Nee, maar... In die momenten, als we het over spijt hebben. De vraag die we eerder aan jou gesteld hebben. Dat is wel iets voor mij waar ik spijt van heb. Dat ik in... mijn wedstrijden die ik dan slecht gespeeld heb of verloren had. Mm. Dan kwam ik thuis en dan sloot ik mezelf op. En dan waren mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, die kwamen dan vanuit Amsterdam helemaal naar Twente. Of soms naar Bayern, Hoffenheim. En dan verloor ik eigenlijk tijd met hun. En dat vond ik wel vervelend. Met mijn vrouw, mijn kinderen. Weet je, die daar heel vaak de dupe van zijn geweest. Ja. Dat papa chagrijnig thuis was. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, dat was toen. Je kunt dat nu niet meer veranderen. Dus ja. Nee, tuurlijk niet. Maar. Is een goede gedachte wat hij heeft, hè? Om daar niet te lang in te blijven. Nee, precies. Dus van, ja, je kan het niet meer veranderen. Maar je kan het wel. Maar het is beter. Ook een advies voor jullie cliënten om te zeggen van. Nou ja. Ja, eigenlijk moet het dan klaar zijn. Net als, weet je wel, je hebt gespeeld. Je hebt er alles aan gedaan en dan is het ook gewoon klaar. Juist. Dat is ook een soort van professionaliteit. Ja. En dan ben je gewoon weer Edson en Gianni. Ja, kijk, we praten er nu wel zo over. Maar, ja, maar ga dat in je kopje maar eventjes omzetten van oké. Oh, verdomme. Ik heb een fout gemaakt. Hierdoor hebben we die wedstrijd verloren. Ja. En dan ga ik douchen en dan kom ik de spelers home in. En iedereen kijkt naar me en van, shit. Oh, dat is hem. Door hem hebben we verloren. Ja. Snap je bijvoorbeeld? Heel extreem. Ja. En dan ga je naar huis en dan sluit jezelf op. Omdat ik mezelf misschien naar mijn vrouw toe of naar mijn kinderen toe daarvoor schaamde. Maar dat is ook wel iets voor, denk ik, voor een begeleiding. Om daar iets aan te doen. Ik denk dat we... we mogen het stukje Schalke mogen we natuurlijk niet overslaan. Want die was natuurlijk en bent nog steeds een grootheid van Schalke. Zit natuurlijk ook nog in het RVC. RVC bij Schalke. Aufsichtsraad. Ja, precies. Spreek je vloeiend uit? Nou, vloeiend. Ik zit daar in die raad en dat gaat soms over financiën en zo. Dan begrijp ik ook 70-80% maar die hebben het... Dan hebben ze het over KK-linie en allemaal van die begrippen en zo. En dan moet ik echt wel even bijspijkeren. Maar normaal kan ik ze goed verstaan, inderdaad. Edson die zei vooraf, ik ga even Duits praten met Jury. Hè? Oh zo. Jury, ja, we kunnen jetzt auch wieder auf Deutsch reden. Freilich. Ja, aber dann versteht ihr. Nee, versteht ich gar nicht. Alles. Gar wie nix. Versteht alles? Das ist nur Bayerisch sprechen. Gar nichts. Ja. Nee, maar op een gegeven moment maak je dus die stap naar Schalke. Dat is fantastisch. Hoe was die stap van Twente naar Schalke? Was dat, hoe ging dat eraan toe? Want zag je dat ook als druk of ging dat vrij makkelijk eigenlijk wel? Nou, het was een beetje gedoe, die hele overgang. Maar ik wilde gewoon hogerop.
En ik had, bij Twente was ik gewoon klaar. En, of tenminste klaar. Ik had geweldig aan mijn zin daar. Hoe oud was je, als ik vragen mag? Ik was toen 25. Oké. Okay. Ja, ik had toen 3 jaar bij Twente gespeeld. Ja. En, nou ja, en toen kwam Sjaak Zwart, die belde mij op. Die was toen, dat was zijn eerste werk als zaakwaarnemer. Oh, ja? Ja, ik zat toen bij Maarten de Vos in te voetballen. En Sjaak die werkte voor hem. Hij zei, ja, ik heb een Duitse club voor je. En toen, ik zeg, nou, welke dan? Ja, dat wou hij dan niet zeggen. Ik zeg, ja, maar ja, ik moet toch weten waar... Ja. Dat hadden die zaakwaarnemers toen. Ja, dan mochten ze niet zeggen. Ja. Nou, oké. Okay. Want toen zei ik ook nog van, als het Wattenscheid is, dan ga ik er niet heen. En toen was het Schalke. En toen zijn we daarheen gegaan. En die, nou, uiteindelijk kwam dat rond. Eerste wedstrijd, Wattenscheid, Schalke. 3-0. 3-0 verloren. Wat dacht je? God straf gelijk en hard, ja. Maar en die wedstrijd was, dat was zo'n eye-opener voor mij. Dat was in het Bochumstadion. Dat was allemaal Schalke-fans ook. En dat ging er gewoon, dat ging eraf. Nou ja, jij weet het. En ook die uitwedstrijden, hè, waar je dan ook speelt. Je hebt ook in Bochum gespeeld. Ja, en, ja. Maar het, bij elk stadion is het gewoon vol. Ja. En het is een hele andere beleving dan in Nederland. Ja, als je een bal hoog overschiet, vinden ze geweldig. En het maakt niet uit hoe je wint, als je maar wint. En dus, nou, wij verloren. En toen dacht ik echt van, oké, ik moet hier wel. Dit is wel, is gewoon wel heftig dit. Dus, ja. Maar ik had het geluk dat de tweede wedstrijd die ik speelde, was Dortmund thuis. En Schalke Dortmund het is, is dit. Ja. En ik maakte toen 5 minuten voor tijd de winnende goal. En ja, dat, kijk, ja, kan je niet misten. En de 10 wedstrijden daarna heb ik geen doelpunt meer gemaakt. Maar het maakt het niet uit. Nee, het maakt het niet uit. Joeri, dat is allemaal... ik was, ja, dus dat, en dat is wel ook voor, zeg maar, aanvallers is wel belangrijk. Dat zeker. Je iets... nou ja, we zagen het laatste licht dat hij die bal van de lijn haalde. Ja. Dat is ook zo'n moment. Ja. Dan ja. wordt er nog, zeg maar, over 10 jaar gaan ze nog zeggen van... Oh ja, de licht, ja. Jij was die... Ja. Gast die toen in die... Hè, stel als ze de Champions League winnen. Ja. Weet je? En dat zijn dan van die... Dat helpt wel als voetballer. Ja, ja, die momenten geef je heel veel credit. We hebben nog een stelling. We hebben dezelfde stelling aan Jan gevraagd. Mm-hmm. Jullie komen natuurlijk aan dezelfde tijd. Als ik profvoetballer was geweest in de huidige tijd... in plaats van midden jaren 90... had ik meer uit mijn carrière kunnen halen. Wel meer geld. Dat zeker weten. Ja, maar goed, ja. Ik zie natuurlijk die contracten wel eens. Ja, belachelijk, hè? Yeah. Schalke. Yeah. Yeah. Maar ik denk het wel, omdat ik gewoon te maken had met één vervelende knieblessure. En dat zou nu beter opgelost zijn. Door een andere arts. Nou, door een andere arts, maar gewoon ook betere technieken. Ja, precies. Die waren toen ook best wel goed. Maar dan, en ook het, zeg maar, het revalideren en ik denk ook het trainen. Ja. Nou, wat jij al zei, 3 keer op een dag trainen en dat doen ze tegenwoordig eigenlijk niet zo meer. Hè? Je hebt misschien nog wel, maar het wordt wel veel meer individueel wordt het afgesteld per speler. Ja? En dat is denk ik is wel dat, beter. Is dat ja. nu anders ook in Duitsland bij de kleinere teams? Want ik sprak, wie sprak ik daarover? Ik kom er nu niet op, maar die speelde ook dus in het oosten een beetje van Duitsland. Mm-hmm. En dan zei hij ook, dan is het een beetje ja, boeren. Mm-hmm. En die hebben het toch altijd van het hard werken. Ja. En ja, de mentaliteit aan die kant, dat is er nog steeds. Mm-hmm. Maar goed, als je zal... Nou, ik kan een beetje bij ons, daar is, merk. Maar ja, ze hebben ook allemaal die dingen op de rug. Die, weet je wel, dus die trekkers en zo. Dus kunnen allemaal... En die worden wel harder getraind, denk ik, daar hoor. Dat wel. Ja. Krijg je er niet uit bij die jongens. Ja. Ja. Ja, een beetje meer voetballen zouden ze moeten doen. Wat is het item dat je hebt meegenomen? Nou, Edson die stuurt mij een berichtje. Hoe laat? Ja, precies. Een uur geleden was ik al onderweg. Niet waar. Dit gaan we nachecken. Maar ik had toch een goed item gevonden in de auto. Oké, in de auto. En die komt uit mijn pasje. Oh. Ja? Uit mijn, zeg maar, mijn dinges met mijn pasjes. Ja. Even kijken, dit is... Oh, dit is de... Dit is de hotelkamer. Die heb ik meegenomen, had ik niet mee moeten nemen. Bankpas. Even kijken. Dit is de creditcard. Hebben we allemaal niet nodig. Rijbewijs. Het gaat om
Ja, maar het gaat om eigenlijk, toen dacht ik deze. Museumkaart. En ik dacht, ja, we hebben het vooral, jullie hebben het veel voetbal, mensen uit de voetballerij toch, die kijken en luisteren. Ja, onder andere, ja. En voetballers die verdienen gigantisch veel geld. Ja. En als je dan naar de interieurs kijkt en zo, is mooi meubels ook en ze rijden in dikke auto's. Ja. Maar dat ik nou een keertje een mooi schilderijtje aan de muur zie hangen. Oh, deze is trouwens wel, dit is wel een mooi dingetje, ja. Edson. Okay. Maar dus voor 60 euro koop je een museumkaart. Ja. En dan kun je in heel Nederland naar elk museum. En sinds ik, en toch doe je dat te weinig. En sinds ik deze heb, doe ik het meer. Ja, en dat is wel echt een toevoeging aan mijn leven. En dus vanuit daar ga je dan ook misschien interesse krijgen in ja, een mooi beeldje. Ja. Daar een mooi beeldje of een mooi, mooi dingetje aan de muur. Ja. In plaats van die Bentley. Gooi die Bentley eruit de deur uit en koop een schilderij. Want schilderij en art, ja, hè, kunst dat is kunst, toch iets. Dat, ja. dat groeit ook dat in waarde. Beetje. Nou, dat ook nog. Ja, nee, maar dat zeker. Nou, dat ook nog. En je hebt iets waar je elke dag van geniet en zo. Ja. Nou, van de Bentley geniet je ook wel. Ja, ik denk het ook wel. Ja, klopt, ja. Nee, maar ik vind dat heel... Maar ik had verder dit niet iets... Ik moest iets bedenken onderweg hier naartoe. Nou, toen dacht creatief. Ik van, ja. Ja, creatief. En het is zo, in dit pasje, in dit mapje, is het eigenlijk mijn grootste bezit. Ja. Ja, museumkaart. Want je hebt in Nederland overal de meest schitterende dingen die je overal kunt bekijken. Ja. En ik bedoel, nou ja, we zijn hier in Amsterdam. Ik bedoel, ga naar het MoCo of ga naar het Stedelijk of Rijksmuseum of zo. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Voetballers. Ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar... Ja, nee, goed. Ja. Ik ben voor het eerst, vorig jaar december, naar Art Basel gegaan in Miami. Ah, ja. Is dat? Nou, als jij van kunst houdt, ja. Alsjeblieft, kom daar naartoe. Gaan we samen heen dit jaar? Geweldig. Ja. Echt niet normaal. Ja. Maar het verruimt je blik ook een beetje en je horizon. En ik denk dat wij voetballers zijn toch wel heel erg elke dag bezig in een kleine groep. En het is ook wel goed om je een beetje, ja, tikje. Het hoeft niet. Nou ja, ergens wel. En beetje... dit is soms. Nou ja, goed, dan helpt dit misschien, weet ik veel. En zoveel moeite is het ook niet. Nee. En die 60 euro, die kunnen we wel leiden. Dat is waar. Ja. Toch? Ja, ik denk het wel. Juri, laatste vraag. Allerlaatste vraag. Als jij nu, met de kennis die je nu hebt, advies zou geven aan de 16, 17, 18-jarige Juri Mulder, wat zou dat dan zijn? Ja, nou, wat ik eigenlijk wel gedaan heb, en dat is volg je hart en ja, dat je passie achterna gaat op de een of andere manier. Ja. En zit jezelf niet te veel op de kop. Denk ik. Hè? Dat is wel iets waar je, ik denk dat zeg maar, je hebt het dan over een leeftijdscategorie, dat is puberteit. Mm-hmm. En dan zijn ze wel onzeker en dan denk je van, ja, doe ik het wel goed en alles. Het is best een moeilijke tijd. Ja, en dan, dat is ook goed dat dat er is, want dat brengt je ook verder. Het zal wel ergens een functie voor zijn. Ja. Maar, ja, jezelf denk ik niet te veel moeite met jezelf en jezelf niet te veel op de kop zitten, denk ik. Wees maar lief voor jezelf. Duidelijk. Hm? Mooi. Nou dan... Ga ik bijna van janken. Niet zo. Nee, maar dat is wel altijd... Echt. Kijk, dat is ook niet zo, weet je wel, je doet aan sommige... Weet je, dan zeg je best zoiets, serieus of zo. Mm. En dan toch maar weer afdoen met een grapje. En dat is toch ook wel een beetje relativeren en zo, maar ja, dan... Hij vraagt serieus iets aan mij en hij wil een serieus antwoord en dan niet dat eindigen met een grap, weet je wel? Dus sorry daarvoor. Nee, ik vind het fantastisch. Dat doe ik altijd. Het is heel irritant.
Ja? Ik vind het top. Ambetant, zoals ze in België zeggen. Oké. Okay. Ambetant. Ja. Maar dat maakt jij wel... Dat maakt jullie jullie. Ja, precies. Ja, okay. Dat ja. Is, dat ja, is... ja, goed. En dit, ik denk dat dit ook voor jou werkt. Jawel, maar soms dan is het gewoon een serieuze vraag. En het is ook gewoon wel leuk gewoon, we doen ook moeten ook gezellig zijn. Maar soms een serieuze vraag verlangt een serieus antwoord. Ja, oké. Okay. Niet altijd alles, maar een beetje downputten met meer een grap, zeg maar. Ik denk dat wij in onze podcast niet dit ook hebben ervaren met jou. Van serieuze en grappen. Moet natuurlijk ook wel een beetje kijkbaar zijn, hè? En zeker. Luisterbaar. Nou, maar daarom goed. Hebben we Jurie Mulder uitgenodigd, hè? Het is goed met jullie. Oh, Jurie, hartstikke bedankt dat dankjewel. Je hier was. Vond het echt hartstikke leuk. Fantastisch. Ja, ik vond het ook leuk. Gelachen en serieus ook door elkaar. Ja. En wat we doen met Building Bridges is dat we dus bruggetjes bouwen, proberen kennis te delen. Ja, fantastisch. En ook zeker weer met hetgeen wat jij vandaag hebt gedeeld, denk ik dat heel veel mensen hier heel veel aan zullen hebben ook. Nou, dus, dankjewel. Dank daarvoor. En ik zou zeggen, graag gedaan. Kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.